Het zijn spannende dagen voor kinderen uit groep 8 van de basisscholen. Die krijgen deze week de uitslag van de CITO-toets. Die toets bepaalt voor een belangrijk deel naar welk niveau middelbare school ze mogen. Maar is het advies van de leerkracht bij de toelating niet veel belangrijker? Anouke Baks is lector Leren en Innoveren bij Fontys Pabo. Anouke, vanaf volgend jaar is die CITO niet meer in februari, maar in april. Wat maakt er voor verschil als ze hem later gaan zetten? Nou, wat een groot verschil kan zijn, is dat de aanmelding bij de middelbare scholen start zo in deze periode. Mm-hmm. Dus dan is de uitslag van de CITO nog niet bekend volgend jaar als de kinderen zich gaan aanmelden bij de middelbare school. Okay. Dus het advies van de leerkracht gaat dan mogelijk wat zwaarder meewegen als ze gaan kiezen voor de middelbare school. Maar moeten leerlingen zeg maar met het advies van die leerkracht naar zo'n school, of kunnen ze zich gewoon inschrijven en denken de ouders van nou, dat is een HAVO. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap jou. Nee, er zijn in principe twee adviserende dingetjes nodig om je kind te kunnen of te mogen aanmelden op een bepaald niveau school. En één daarvan is het advies van de leerkracht van groep 8. Mm-hmm. En een ander is een tweede advies. En dat zou kunnen zijn de CITO-toets, maar het kan ook een drempelonderzoek zijn of soms een intelligentieonderzoek. Dus twee adviezen die bijvoorbeeld een HAVO-keuze ondersteunen. Nou wordt dus die CITO verplicht. Ja. En hij wordt ook nog later gezet. Wat is nou de grote meerwaarde van die CITO-toets? De meerwaarde van een toets, zoals bijvoorbeeld CITO, is dat er op een bepaald moment onafhankelijk gemeten wordt waar staat een kind. En dus dat je een onafhankelijk oordeel krijgt van goh, wat zou dit kind mogelijkerwijs aankunnen. Ja. Dat is een voordeel. Een nadeel van toetsen zoals CITO vind ik dat ze heel erg gericht zijn op het cognitief presteren. Dus taal, dat houdt in, rekenen, studievaardigheden. En dat sommige dingen dus blijven liggen. Dus hoe gemotiveerd is een kind? Wil het heel graag leren, bijvoorbeeld? Mm. En heeft hij zin om op die middelbare school heel hard te studeren? Of is hij heel slim en gaat hij het straks niet laten zien? Ja. Dat kan ook iets betekenen. Maar ook andersom, ze moeten in 3 ochtenden op die CITO laten zien wat ze kunnen. Ja, en dat kan soms ook heel moeilijk zijn. Dat lijkt me ook, ja. Maar welke, wat wil je vragen? Het is een momentopname ook. Is dat niet ook het probleem? Het is een relatieve momentopname. Ja. Het is natuurlijk niet één dag een toets. Het zijn 3 ochtenden achter elkaar. In een periode. Ja. Maar stel dat je net in het weekend te horen hebt gekregen dat je ouders uit elkaar gaan om iets te zeggen. Dan zou het best kunnen dat je daardoor minder geconcentreerd aan die CITO-toets werkt. En dat de score eruit komt die eigenlijk niet precies. Maar wat denk jij dan? Is dan want je hebt het over een algemene toets en we hebben het iets meer over die CITO nou. Mm-hmm. Maar welk advies is nou belangrijker? Gaat het nou om wat die leerkracht eigenlijk zegt of zeg je toch die toets? Of moet het echt die wisselwerking zijn? Ja, de belangrijkste doorslag zou mijns inziens de basisschool moeten geven. En niet alleen de leerkracht van groep 8. Dat is misschien een misverstand dat één leerkracht en dan ook al in de periode september, februari zijn oordeel geeft over jouw kind in groep 8. Als het goed is, pakken ze daar het hele leerlingvolgsysteem bij. Eigenlijk al van groep 1 gaan ze kijken hoe heeft een kind zich ontwikkeld. Mm-hmm. Wat heeft hij laten zien? Niet alleen taal en rekenen, maar ook zijn sociale ontwikkeling. Hoe gaat hij om met andere kinderen? Kan hij creatief denken? Problemen oplossen? Samenwerken? En op basis daarvan, en het liefst ook in bespreking met meerdere collega's uit het team, soms zit de directie erbij, komt zo'n leerkracht van groep 8 met het advies. Dus eigenlijk hebben ze dan de ontwikkeling van 8 jaar in beeld. Dat zou er allemaal in moeten zitten. Want we hadden het er net al even over. Als jij aan de CITO-toets denkt, dan weet je het nog. Ik weet het ook nog. Ja. Dus als we het eigenlijk over die druk hebben, dan is die toch enorm. Ja. Voor die kinderen toch ook. Dat speelt natuurlijk ontzettend mee. Speelt mee. En je ziet ook dat er zelfs commercieel op ingespeeld wordt. Hè. Er zijn CITO-trainingen te koop. Je kunt naar een trainingsbureau gaan om de CITO-score te verhogen, zeggen ze dan. Van kom hier en dan trainen we. Dan vraag ik me af, wat train je dan? En waar doe je dat eigenlijk voor? In die zin, het gaat er vooral om dat je op een gegeven moment goed weet wat jouw kind aan kan. Ja. Daarnaast wordt er ook nog mee gesjoemeld. Want dat was vandaag ook te lezen in de krant. Dat er zelfs schooldirecteuren of leerkrachten zijn die met de scores aan de haal gaan. Waarom is dat nou toch? Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me af of dat echt zo is. Is het bewezen dat schooldirecteuren met het gummetje... Dat wordt natuurlijk heel lastig. Precies. Dus dat is vraag 1. Is dat inderdaad zo? Of waar komt zo'n verhaal vandaan? Ik snap wel dat er een hoge druk ligt op scholen. En dan met name misschien de kleinere scholen. Want als daar 1 of 2 leerlingen niet zo goed scoren, dan gaat meteen het hele gemiddelde van de school natuurlijk omlaag. Ja. Dus mogelijk dat die verhalen daar vandaan komen.
is natuurlijk niet wenselijk als het zou gebeuren. Nee, maar hoe belangrijk is die CITO dan? Dan gaat het uiteindelijk een stuk minder om het kind dan om de school, als je het zo leest. Ja, zo is het ook nooit bedoeld. CITO heeft die 45 jaar geleden door AD de Grote, een grote testdeskundige, is die toets ontwikkeld als een hulp, een tweede hulp voor schooladvies. Okay. En waarom werd dat zo lang geleden gedaan? Omdat school ook wel eens fouten maakte. Ja. Dachten van, nou, dit kindje komt uit een gezin met slimme ouders. Die kwam meteen naar een bepaald niveau. Er werden wel eens fouten gemaakt. Recentelijk is er veel minder. Tussen de 6% en 10% is soms te laag of soms te hoog. Ja. Dus die leerkrachten hebben er een veel beter beeld van gekregen de laatste jaren. Jij bent daar ontzettend gespecialiseerd. Je hebt er zelfs een boek ook over geschreven, opbrengstgericht. Nou wil ik je eigenlijk nog één vraag stellen. Want hier staat ook het aan twee kanten in natuurlijk. Hè, wat het voor- en het nadeel is. Maar als je op dit moment zou moeten kiezen, wel of geen CITO voor die kinderen. Wat kies je dan? Ik zou zeggen, een onafhankelijke toets, niet verplichte CITO en kijk in de volle breedte naar de hele ontwikkeling van het kind. Niet alleen naar wat hij in het kopje kan.